als men op het werk voor jou tijd maakt om eens te luisteren, dat doet toch deugd. Sinds 2021 is de pedagogisch coach het luisterende oor van de Vlaamse kinderopvang. En ze zetten niet alleen hun oren in. Werken in de kinderopvang, daar heb je je handen, je hoofd en je hart voor nodig. Maar het hoofd koel houden als er veel baby's en peuters rondlopen of de tijd krijgen om je hart te luchten als er handen tekort zijn, dat is niet evident. De kinderbegeleiders die kunnen dus echt wel wat hulp gebruiken. De taken van de pedagogisch coach die zijn vastgelegd. Naast het ondersteunen van pedagogische en verzorgende taken zijn ze er ook voor de kinderbegeleiders. Samen gaan ze kijken wat goed loopt en wat bijgestuurd moet worden, pakken ze planmatig aan. Een pedagogisch coach die werkt samen met de leidinggevende, diegene die de kinderopvang coördineert en natuurlijk ook de kinderbegeleiders. Zij die dag in, dag uit klaarstaan voor de allerkleinste. Kinderopvang waar medewerkers gemotiveerd zijn, waar ouders terecht kunnen en kinderen ten volle kunnen ontplooien, dat is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom gingen we met Topcoach op onderzoek. We gingen kijken hoe dat die nieuwe functie wordt ervaren en vooral gaan luisteren wat dat die pedagogisch coach nodig heeft om hun job goed te kunnen doen. We konden een 80-tal pedagogisch coaches bevragen. We kunnen besluiten dat de pedagogisch coaches een goede start kenden. Ze bouwden een vertrouwensrelatie op met de kinderbegeleiders en zochten samen nieuwe wegen in de kinderopvang. Natuurlijk botsten ze ook op enkele obstakels. Een voorbeeld. Er is vastgelegd dat de pedagogisch coach 90% van de werktijd op de werkvloer zelf moet staan. Het werd al snel duidelijk dat dat voor hen te veel is. Ruimte om uit te wisselen, inspiratie op te doen, zich voorbereiden, die tijd is meer dan welkom. Nog een andere heldere boodschap van hen was de tijd om uit te wisselen met andere coaches en ook om zelf te kunnen bijleren. Vooral die coachende vaardigheden zouden ze graag nog wat kunnen aansterken. Op die manier brengen ze weer anderen in beweging. Een signaal dus naar het beleid om meer kindvrije uren te voorzien. Vanuit Topcoach steken we de handen uit de mouwen. We gaan verder op onderzoek om te kijken wat werkgevers nodig hebben om pedagogisch coaches te ondersteunen. Op die manier kan de pedagogisch coach blijvend het luisterende oor zijn van de Vlaamse kinderopvang. Lees ons rapport en blijf verder op de hoogte van ons vervolgonderzoek via deze link.